Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de koterij. Jij en ik, wij moeten eens praten. Wat is dat hier allemaal? Wat zie ik hier? Hier? Wat is dat hier? De duimpjes naar beneden. Wie doet er dat? Dat is regelmatig, hè? Pas op, ik doe wel mijn best voor jullie, hè? Hier, kijk, die video. Hier, die video waar ik van Jezus een lemmie maak. 13 duimpjes naar beneden. Misschien zijn dat christelijke mensen, die zijn niet tof. Die Oreo-koek, hier, die Oreo-koek. Een van mijn beste video's ooit. 4 duimpjes naar beneden. Wie doet er dat? En waarom? Ik doe wel mijn best voor jullie, hè? Ik zou heel graag willen zeggen dat het mij niets doet, die duimpjes naar beneden. Maar dat doet wel iets. Dat doet pijn. Dat doet pijn, dat ieder duimpje naar beneden, dat is een bliksem naar mijn hart. Jullie beseffen niet wat het doet, hè, zo'n duimpje naar beneden. En daarom ga ik iets maken waarmee dat jullie kunnen zien hoeveel pijn het mij doet. Iedere keer als ik een duimpje naar beneden krijg, krijg ik een schok met iets dat ik gemaakt heb van dit toestel. Wacht hoor, nu moet ik testen wat dat doet. Oh, wacht even. Voilà. En iedere keer dat je een duimpje naar beneden geeft, krijg ik een schok met dit ding. En dan gaat je zien wat dat doet met mij. Yes, oké. Ik heb mijn multimeter aangesloten op de elektronica van deze vliegenmapper. Want dat is dat eigenlijk, hè. Dat is een bug zapper waar dat je dus vliegen mee fryt. Maar ik wil eens kijken hoeveel volt er eigenlijk uit zo'n ding komt. Dus ik druk op de knop hier. Wow, 590 volt. Dus als jullie een duimpje naar beneden geven, krijg ik een schok van 590 volt. Oké. Wat is het plan? Morgen ga ik dus hier op YouTube live gaan. Een live video om 8 uur. Morgenavond om 8 uur. En als jullie dan de dingen die ik doe niet leuk vindt, dan mogen jullie een duimpje naar beneden geven. En dan gaat dit toestelletje mij een elektrische schok van 590 volt geven. We moeten nog van alles aan elektronica hier aan doen. Maar dat is het plan. Dat jullie eindelijk eens zien wat de gevolgen van jullie daden zijn. Ik ben zot. Voilà, yes. Oké, het tennisraket, bug zap, elektrisch, elektroshock ding. Amai, van de stress kan ik niet meer praten. Maar dus het ding dat mij elektroshocken gaat geven, is hier aan mijn arm verbonden. Oké. Het elektroshock ding is verbonden met een relay. En die relay wordt bediend door een Arduino. En dus als ik nu op dit knopje duw, dan gaat de relay gaan en dan krijg ik een snok. Oké, ik heb hier ook een lichteffectje toegevoegd, zodanig dat jullie ook kunnen zien dat het ding werkt. Oké, daar gaan we. Oké, het werkt niet. Oh, fuck! Het werkt wel. Oh. Ah, nog eens. Oh, ja, oké, ça va. Yes, het werkt. het is dubbel. Ik ben blij dat het werkt, maar oké, nog één test. Oké, dus let ook op de lampjes hier. Ah, fuck, oh, mannetjes, echt waar. Oh. Waarom doe ik dit eigenlijk? Oh. Oké, om jullie een lesje te leren, daarom doe ik het. De volgende stap is het knopje dat ik hier nu indruk. Ja, dat moeten jullie indrukken natuurlijk. Dus dat zal via internet shizzle zijn. Hè, en iedere keer dat er een duimpje naar beneden gaat, moeten we dat gaan opvragen bij YouTube. En dan via wifi gaat het dit een signaal krijgen enzovoort. Dus allez, een lange uitleg kort gemaakt. Het duwen op de knop moet eigenlijk via het internet. En dat kan ik eigenlijk niet zo goed. Maar daarvoor ga ik dus nu eventjes conference callen met mijn goede vriend Sebastian Janssen. Ja. Nog eens duwen, kom aan. Ah, godverdomme, waarom doe ik dat toch? Oh, nog één. Nog één. Er komt nog één, ik wist het. Ah. Dag, Sebastian.
Voor de mensen die Sebastian niet kennen, Sebastian is een fantastische kerel die mij geholpen heeft bij de Oreo koek. Er zijn heel veel mensen fan van uw haar, Sebastian. Goed, hè? Ja, er waren in de commentaren onder die video van de Oreo koek waren er heel veel mensen van wow, is dat zijn echt haar? En al. Er waren zelfs mensen die zeiden dat je bijna een soort van evil superhero haar had. Dus ik denk dat we vanaf nu ook gewoon de bijnaam voor u moeten verzinnen. Zo'n Dr. Skunk of zo. Zeg maar, oké, voordat ik je verder beledig, dank je wel dat je wil meedoen aan het volgende project. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat de mensen mij via het internet kunnen elektrocuteren als ik een duimpje naar beneden krijg. Ik ga het doen. Ja? Oké, ça va. Dan via het internet een high five. High five! Dit moeten ze van die hoogspanningsisolatoren voorstellen. Ik ga het dan straks nog mooi schilderen, dat het eruit ziet alsof dat van porselein is. Maar de vorm is wel al cool. Nu, de elektriciteitsdraden gaan daardoor komen. En dat ga ik met dit doen. Dat zijn van die holle draadstaafjes. Dat wordt gebruikt in lampenfittingen en zo. Hè, want daar moet ook de draad door naar de lamp. Hè. Dus, en ik wil ook dat het hier nog een klein beetje nog wat soort versiering ertussen zit. En dat ga ik maken met de mislukte vacuumvorm. Want die hebben natuurlijk dezelfde curve als dit. Dus hier ga ik nu stukken uit. Er zit stof in mijn oog. Stukken uitzuigen. Ah. Ja, wacht. En het wordt een elektrocutiehelm. Hè. Dus zo. Hop, hè. Zoals in de Green Mile. Hè. Dus mijn elektrocutiehelm. Dus visueel ziet het er nu ook al goed uit. Wat we ook al hebben, is hier die lichtjes die flikkeren. Dus dat ga ik hier in de helm steken, zodanig dat je zo wat elektrische flitsjes ziet, precies. Dus ik wil het geluid van elektriciteit ook erbij. En dat heb ik thuis een beetje zitten voor prutsen. Ik wou een soort knetterend geluid maken. En ik dacht zo, een ratel, dan maakte ik knetterend geluid. Dus ik heb zo wat Fusion 360 wat dingetjes zitten tekenen. Dus het is zo een tandwiel, een wieltje met flapjes. Dat klinkt voor mij als elektrisch geknetterd. Dus dat marcheert. Maar ik heb gemerkt, dit motortje is niet sterk genoeg om dit... om dit te laten draaien. Dus ik ga nu eens uitzoeken of ik het kan laten draaien met een servo. Want een servo heeft veel meer kracht, draait niet snel, maar heeft heel veel kracht. Nu, het probleem met gewone servo's is, servo's die draaien... Dus kijk, dat heeft een
Hij heeft twee uiterste standen. Dit is de uiterste stand langs de ene kant. En dit is de uiterste stand langs de andere kant. Nu, ik wil eigenlijk een servo die continu blijft doordraaien. En ik heb op het internet gevonden dat er eigenlijk een vrij eenvoudige truc voor is. Dus dat gaan we nu eens proberen. Yes, oké. De servo is aangepast. Ik ga hier een link zetten naar een videootje waarin dat perfect uitgelegd wordt. Het komt erop neer. Je moet iets uitboren, je moet iets afslijpen en je moet iets vastplakken. Maar hier ergens of hieronder, ik weet het niet. Maar ik ben vooral zenuwachtig, want ik wil nu eens testen of dat het gelukt is om van deze servo een continue servo te maken. Yes! Ziet? Cool, hè? Alright, yes, oké. Dan moet ik nu iets maken in Fusion 360, zodat deze draaibeweging dit draait. En dan is alles klaar. Dan moet ik eigenlijk gewoon alles nog erop steken en zo. En dan... Haha, Dr. Skunk, at last we meet again. Nu ga hij proberen om mij een snok te geven over het internet. Juist. Dan ga ik dus de draden, zwaar verantwoordelijkheid, hè, Sebastian. Dus de draden met plakband tegen mijn arm plakken. Oké, wacht ze. Oké. Dat zijn de kabels. Nu moet hij proberen om mij over het internet. Hij zegt ja en dan tel ik hoe lang dat duurt, oké? Oké, 1, 2, 3, 4. Ah! Oh, fucking hell! Ah! Oh, amai. Ja, dat is gelukt, hè? Oh, shit, man. Proficiat, Sebastian. Je zit proficiat, Dr. Skunk. Je zit de eerste slechterik die mij een snok geeft over het internet. Oké. En er zit een lek tussen en nog blijven lachen, oké, okay, lul. Het is 5 seconden, 4 of 5 seconden. En dan heb ik... Oh, ik ga hier zo spijt van hebben. Hè. Ik denk dat dat gewoon de meest gedislikte video van het internet gaat worden. Iedereen gaat toch zitten... Doe nog eens. Heb je al geklikt? En nu is de verrassing of wat? Nu gaat er niet zeggen wanneer dat je klikt. Nee, je hebt geklikt. Ik zit aan uw kop. Ah! Ah, damn it. Oh, shit, man. Oké, ça va. Ik denk, Sebastian, dat we klaar zijn om live te gaan, hè? Toch? Zware verantwoordelijkheid. Oké, ik moet hier nog een paar dingen aanpassen. Die helm moet nog een beetje fancier gemaakt worden. Maar Sebastian, zijn werk zit erop. Dank u wel, Sebastian. Oh, klootzak. Oké, yes. Met twee zipties is nu de servo op het rateldingetje gezet. Dus mijn 3D-printer heeft dat allemaal gemaakt voor mij. En ondertussen zouden mijn ding nog moeten klikken. Yes! Ik vind het oké. Het is niet super hard, maar je hoort nu geratel, je ziet geflikker. Voor mij is al de elektronica klaar, wat dat altijd een opluchting is. En nu moet ik nog een klein beetje versieren en de helm een beetje fancier maken. En dan kunnen jullie mij snokken geven. Yes, hij is klaar. Mijn elektrocutiehelm.
De wokpan des doods. En hiermee kunnen jullie dus morgen mij een elektrische schok geven. Dus morgen om 19:30 hier op de koterij. Om 19:30, dus woensdagavond. Morgen woensdagavond kunnen jullie dus door een duimpje naar beneden te geven mij een snok geven. En dan zul je zien wat de invloed is van jullie duimpjes naar beneden op mij. Voilà. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nu nog duimpjes naar omhoog en abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie morgen en dan kunnen jullie dus mij dus een schok geven met dit ding hier. Super cool, hè? Ah, fuck, godverdomme! Oh. Nu nog duimpjes naar omhoog en morgenavond duimpjes naar beneden. Oh, wacht, snel nog een disclaimer. Nooit met elektriciteit spelen, kinderen. Ik weet waar ik mee bezig ben, jullie misschien niet. 600 volt lijkt misschien veel, is ook veel, maar het is veilig de manier waarop ik het doe. Dus nooit zelf uw vingers in een stopcontact steken of zo, want dat is dan weer gevaarlijk. Wat ik doe is pijnlijk, maar niet gevaarlijk. Goed, tot morgen. Morgenavond, woensdag, om 8:00. Be there or be electrocuted. Ja!